Het is nu 20 voor 9 en in afwachting van de technieker ga ik vlogs editen. Hallo, mijn wekker stond om 7:30 deze morgen. Zodat ik hier zeker om 8 uur aangekleed was, want de installateur van mijn internet komt tussen 8 en 1. Ik hoop zo vlug mogelijk, want ik wil daarna nog gaan werken. En gisteren heb ik een badje gepakt, dat was echt zalig. Gisteren ging ik naar mijn ouders en ik was hier in de gang beneden. En ik had net een zak klaar neergezet om een andere zak te gaan nemen. En ik kom recht met mijn hoofd, met mijn voorhoofd tegen de frame van de deur. Oh, dat was pijnlijk. Nog altijd trouwens. Als ik dit doe, of als ik dit doe, of als ik gewoon een klein beetje met mijn hoofd beweeg, of als ik met mijn hoofd naar beneden hang. Echt super fijn. Nu ben ik op mijn pony aan het kijken. Het is nu 20 voor 9 en in afwachting van de technieker ga ik vlogs editen. Ik vind het trouwens echt hatelijk om te wachten. Waarom kunnen die mensen niet gewoon een uurblok geven? Nee, van 8 tot 1. Weet je wel hoe lang dat is? Dat is 5 uur. Pff. 5 uur waarin ik boodschappen zou kunnen doen. 5 uur waarin ik zou kunnen werken. Aangezien dat ik hier op 10 minuutjes vandaan met de auto werk, zou ik zelf overeind weer kunnen komen. Als ik bijvoorbeeld wist dat hij om 11 uur kwam, dan kon ik eerst nog gaan werken. Maar nee. Ik moet ook dringend boodschappen gaan doen, maar ik kan nu niet echt boodschappen gaan doen. Want ja, ze geven wel een seintje voordat ze hier zijn, maar ik heb boodschappen nodig van de Lidl, dus dat is wel een beetje verder. Als ik van Aldi zou ik wel over en weer kunnen gaan. Maar ja, voor hetzelfde geld sta je dan in de rij. Terwijl aan de kassa of ben je net toegekomen en ze sturen is een beetje, ja, we zijn er. Of we komen binnen 10 minuten aan, dat is ook niet zo handig. Ik heb gezien dat ik ongeveer een kwartier geleden een berichtje heb gehad van dat de techniek er onderweg is. Dat is geen idee, want het is nu 9 uur. Dus dat betekent dat ik zeker om 10 uur naar mijn werk ga kunnen vertrekken, denk ik. Hoop ik. Het is nu al 8 uur. Ik ben naar de Lidl geweest. Ik heb mijn papier buiten gezet en mijn restafval buiten gezet. En mijn vader is gekomen om helpen met een aantal dingetjes. Ik ga direct laten zien wat wij gedaan hebben. We hebben dit kastje in elkaar gestoken. Dit is trouwens een kleed die in mijn auto ligt voor als er vuile dingen meegaan. We hebben een klein beetje de kraan ontkalkt. We hebben mijn bureau in orde gedaan, want deze kast stond er al, maar deze hebben we helemaal in elkaar gestoken. Waardoor dat mijn bureau er niet zo uitziet. Kijk, dat is zo'n kast, een Alex-kast van IKEA. Dit is mijn computer, die zag ik trouwens ook in mijn grote homeshop lag. Die kast, die had ik al. Heb ik onlangs ook wel ingedeeld. Voor een deel. Ah, oh, dit is mijn schrift, ik was kwijt. En die mag dan op mijn wc-kastje. En nu ga ik verder koken, want ik heb echt heel veel honger. Maar misschien ga ik eerst mijn tv connecten met mijn nieuw internet. Dan kan ik online kijken. De kampioenen! Een beetje aanbrand, maar aan de andere kant is het veel beter. Van de kampioenen gekeken, een yoghurtje gegeten. En nu is het al weer tijd om te gaan slapen. Het is namelijk 9 uur.
En om hier neer ga ik meestal naar mijn bed om nog wat te lezen. Of wat veel te lang op social media te lezen. Even kijken. Om ook op mijn gsm te verbinden met mijn nieuw netwerk. Heel belangrijk. Al die internet. Ik ben trouwens aan het kijken om een aantal dingen op AliExpress te bestellen. Dus als jullie het leuk lijkt om een AliExpress shoplog te zien, laat het dan ook even hier in het polletje weten. Dan zie ik wat ik kan doen. Er is trouwens onlangs een nieuwe time opgedoken, Fiasco Girls. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat het betekent. Dus als jullie het weten, laat het ook even hieronder weten. Ik weet dat het iets te maken moet hebben met de app Fiasco, maar wat het juist inhoudt. Ik heb zo het gevoel dat dit alles behalve de langste vlog ooit gaat worden. Dus tijd om een paar leuke dingetjes erin te steken. Ten eerste wil ik het hebben over de boeken die ik aan het lezen ben. Ik ben namelijk het boek De Filosoof en de Wolf aan het lezen van Mark Rowlands. En het heeft heel leuke lesjes in. Over het trainen van honden, maar ook over het houden van een wolf en over liefde en over vriendschap en over van alles. Het is ook wel gewoon heel tof om het verhaal te lezen van iemand die samen heeft geleefd met een wolf. Ik ben echt zo'n oma. Het is nu 9:15 en ik ben echt moe. Oké, maar het is mijn ritme. Het is oké. Ga trouwens eens hieronder na wanneer jij gaat slapen. En dan wil ik bij deze de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doedels! Ik upload trouwens op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag een nieuwe vlog. Op woensdag een speciale vlog en op zaterdag een extra video. Tot dan!